12 mei is de dag van de zorg. Jaarlijks worden alle zorgmedewerkers op de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale in het zonnetje gezet. Dit jaar is daar uiteraard extra aandacht voor. Wij spraken vandaag met 4 medewerkers van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis. Ik heet Simone Schaap, ik ben coördinator voeding. Ik ben Yvette Monster en ik ben afdelingsmanager van de dagbehandeling en de afdeling short stay. Mijn naam is Sifra Verhagen, ik ben afdelingsmanager van de cardiologie en longgeneeskunde. Ik ben Aafke Troost, ik ben afdelingsmanager van de verpleegafdeling orthopedie en de opnamelounge. En daarnaast ben ik ad interim van medische psychologie, medisch maatschappelijk werk en dienst geestelijke verzorging. We zijn zeker verwend op de dag van de zorg. Het is een mooie dag. Ja, het lijkt wel een soort feestdag. We hebben natuurlijk met z'n allen heel veel meegemaakt in de coronacrisis. En vandaag krijgen we cadeautjes en wat lekkers bij de koffie. Ik denk dat het een speciale dag is. Net iets anders als de andere jaren, omdat we best wel in een bijzondere periode zitten. Ik denk dat voor heel Nederland dit een bijzondere periode is. Ja, je voelt je een beetje jarig met z'n allen. Hoe hebben jullie deze periode beleefd? Ik heb hem als heftig en intens beleefd, ook wel spannend, maar ook wel, toch ook wel heel mooi. En ik krijg er heel veel energie van, als je toch ziet wat er allemaal om ons heen ook gebeurt. En ook in het kader van samenwerking met elkaar, denk dat er heel veel bereikt is afgelopen weken. Ik heb onder andere ook voor de corona-afdeling mijn personeel ingezet. Dat is toch wel een heftige tijd. Een andere, een nieuwe manier van zorg leveren, een andere wijze van zorg leveren. Zijn ook wel patiënten die ernstig ziek waren. Dat zien we natuurlijk wel vaker, maar met daarbij dat er minimaal bezoek aanwezig kon zijn op de afdeling, heeft dat best wel impact gehad ook op de collega's. Ik hoor wel over het ziektebeeld dat dat best wel snel kan veranderen. En collega's van mij die geven koffie en zijn bezig met de boterhammen, gezellige dingen. En als je dan ziet dat een patiënt heel snel verslechtert, ja, en dan krijg je toch een huilende patiënt of een huilende collega aan je bureau. Dus dat vind ik dan toch ook wel heftig. Wat lastig is voor de afdeling is dat ze continu flexibel moeten zijn. En de afdeling van de orthopedie die is een corona-afdeling geworden. Dat houdt in dat medewerkers hun eigen afdeling kwijt zijn en daardoor grote veranderingen meemaken. Met zieke patiënten te maken krijgen. Terwijl normaal gesproken de orthopedieverpleegkundige mensen voor operaties verzorgen, mensen voor een nieuwe heup, nieuwe knie. Daar overlijden over het algemeen niet veel patiënten. Dan ga je juist streven op revalidatie. En dat zijn heftige momenten van de afgelopen periode. Maar daarbij werden we heel goed ondersteund door de longverpleegkundigen en door de samenwerking met de andere verpleegkundigen en andere afdelingen, denk ik dat wij het heel goed gedaan hebben met elkaar. Ik ben dus afdelingsmanager van de short stay. Hebben we samenwerking met de longafdeling en orthopedie. Hebben we die 3 teams hebben gewerkt op de bewezen corona-afdeling. En vanuit die teams die zorgen wel voor de patiënten als heel veel waardering ervaren, vanuit de patiënten zelf. Maar ook uiteraard was de zorg ook voor hun heel zwaar om te doen. Ook soms wel het gevoel dat ze inderdaad in de frontlinie staan. Vanuit de dagbehandeling werkten ze als buddy op de spoedeisende hulp. Dus ja, daar kwamen natuurlijk ook mensen die verdacht waren van corona. En ja, die maken natuurlijk wel hele heftige situaties mee. Ja, maar met elkaar, ook vanuit de ondersteuning van de organisatie, hebben we het allemaal wel voor elkaar gekregen. Ik heb het ook wel beleefd als een hele mooie periode, omdat we heel veel samen gedaan hebben. Hele grote mate van flexibiliteit bij de collega's. Heel veel studenten die geen school hadden, die in onze flexpool zich aanboden om desnoods elke dag te komen werken, ook op de corona-afdeling. Dus helemaal in pak met spatbril, met mondkapje, alles erop en eraan. En zij deden dat, dus ja, het heeft echt een goed gevoel gegeven, die samenwerking met elkaar. Wat maakt het dat je het allemaal volhoudt met elkaar? Heel veel praten, ook buddy-systeem, dus collega's met elkaar. Zo nodig ook psychologische ondersteuning. En ook grapjes maken. We hebben onderling toch ook wel plezier met elkaar.
En je merkte ook dat privémensen steeds meer contact met elkaar gingen houden. Ook omdat niemand bezoek natuurlijk krijgt. Dus ja, je moet het echt met elkaar doen. We zijn ook bijvoorbeeld aan het nadenken om als team van de orthopedie, long en short stay, om een soort boek te maken. Dus een soort eigenlijk een dagboek, maar dan achteraf om ervaringen te delen. Dat je dat, ja, dat zit ook een stukje verwerking zit daarin. We samen optrekken met de longafdeling, soort stayafdeling, maar daarnaast ook samen met de technische dienst, de voeding, de ICT. We hebben het echt met elkaar gedaan, met de raad van bestuur, de bedrijfskundig managers. Dus we voelden ons gesteund en hebben samen mogen denken wat het beste is voor ons allen. Als je ziet wat we kunnen leveren met elkaar, ook over de locaties heen, over afdelingen heen, daar krijg ik heel veel energie van terug. We hebben ook heel veel leuke cadeautjes gekregen. Ineens stond heel de hal vol met bloemen. Eén bloemenzee. Ja, dat geeft dan zo'n mooie sfeer. Dus we hebben ook gemerkt dat een heleboel mensen de dank ook zo dankbaar zijn. En we hebben zo ontzettend veel cadeautjes gekregen. Dat is natuurlijk leuk. Als je ook met een bloemetje naar huis gaat, dan zie je die bloemen. En dan denk je ook weer met veel plezier aan je werk. Elke keer als je een dienst heel moe was en je kwam beneden die hal vol bloemen, ja, dat gaf dan ook weer heel veel energie. En dan voel je je gewoon gezien en gewaardeerd. Dus dat is alleen maar mooi. Dat is, je wordt echt gedragen door elkaar, maar ook door de buitenwereld. En dat is echt fantastisch. Ja. Je krijgt ervoor betaald en het is heel normaal dat je het doet. Maar als je dan zulke blijken van waardering krijgt, dan is dat natuurlijk toch wel een extraatje. Ja. Het is heel fijn dat nu heel Nederland ook ziet wat de verpleegkundigen doen binnen het ziekenhuis. En wat voor een mooi vak het eigenlijk ook is. Dus hierbij ook echt een uitnodiging om te komen werken binnen het ziekenhuis. Nu is het met coronapatiënten is het zeker rustig. Rustiger, zeg maar. Maar we zijn altijd wel weer voorbereid als er eventueel weer een piek zou komen. De reguliere zorg zijn we ook voorzichtig aan het opschalen, noemen we dat. Het is niet dat het rustiger wordt. Nee, want alles wordt weer opgestart, dus het wordt eigenlijk ook weer drukker. Maar ook weer gezelliger, want een paar weken geleden liep hier bijvoorbeeld niemand in de hal. En nu zijn er steeds meer polies die weer open gaan, dus ook steeds meer levendigheid en dat maakt het werk ook wel weer leuker. We zijn weer vooruit aan het denken om het nieuwe normaal te proberen in te richten. Dat is natuurlijk echt nog wel een moeilijk proces en daar zijn we niet op vandaag tot morgen. Maar het is fijn om te zien dat de coronapatiënten nu afnemen en dat we weer de normale patiëntenzorg mogen leveren die de orthopedieverpleegkundige gewend is. Het blijft hard werken, het blijft nadenken in scenario's van wat gaan we eerst doen, in wat voor volgorde, wat hebben we daarvoor nodig. Dus je blijft wel bezig.